Goede balaanname door René Hofman. Op het randje buiten spel. Lozada. Zegt 1-2. Sinkgraven klopt gecombineerd. Mos. Kans. Het moet 1-0 worden. En het wordt geen 1-0 omdat Dantuma Hesprong treft op zijn weg naar de goal. En via de lat is het dan een corner. Mos ziet Dantuma vertrekken. Langs Zalma gaat de Vries. En dan moet hij eenvoudig scoren. Maar Hesp bewijst zijn kwaliteit. Mos, goed. De Gier met links. En Hesp voor de tweede maal met een knappe redding. En deze is makkelijker. Het schot was van deze Jack de Gier. Het wordt een lastig avondje voor Randy Samuel. Sinkgraaf. Abma. De Gier. Schermt goed die bal af. En vond de ruimte voor de volley met links. Die boodschap van Chris Dekker is bestemd voor Anton Jansen. Dieper voorin moet gaan spelen. Omdat Fortuna daar in de punt van de aanval een aanspeelpunt ontbeert. En Jansen aan die linkerkant waar het toch erg druk is. Weinig kan uitrichten, maar nu misschien juist wel. Want nu is er even ruimte. Hofman gaat door. Hofman op de paal. Hier die uitbraak van Anton Jansen nog een keer. Hofman versnelt. En dan is het inderdaad niet Hofman. Maar Roos. Die de paal van zijn eigen doel treft. Driesen. Veel risico. Mos. Die de kans krijgt. Maar ver uitslinkt naar rechts. En dan in een ongunstige positie komt om op doel te schieten. Waardoor het maar een corner wordt. Hier de fout van Driessen, die op zijn 11e over het veld gaat. En dan is daar het nuttige werk van Samuel, die Mos de hoek indrijft. En een corner ervan maakt. Chris Dekker is niet tevreden over hoe het achterin loopt. Barmentlo is daarvan het slachtoffer, om tactische redenen. Paul Jansen is de vervanger die aan de linkerkant gaat spelen. Waardoor het Zalma meer in het centrum van de verdediging kan opereren naast Samuel. Elsinga blijft met moeite op de been. Mos. Roos. En daar is Dantuma weer weg. Dantuma die al eerder zo vrij kon doorlopen op Hesp. Maar nu het evenwicht verliest. Het is een vrije trap. Ulebeek gaat hem nemen. Iedereen op de helft van Fortuna. Samuel heerst in de lucht, maar Dantuma krijgt de kans. De schot wordt geblokkeerd. Dan de inzet van Keizer. Die haalt het ook niet tot bij Hesp. En dat is de vrije trap voor Fortuna. Naar gestrekt been van Marcel Keizer. Wat gebeurt hier? Waar Samuel de bal wegkopt. En dan is het Zalma die zich verstapt. Te midden van Spork en de Gier. En geblesseerd raakt aan de linker enkel. Dan zit het Fortuna niet mee. Eerst al die tactische wissel waardoor Barmentlo naar de kant ging. En die wissel was noodzakelijk om de storm van Cambuur te beantwoorden. En nu de pech van Zalma. En dit is de nieuwe man, Oesta. Dit zijn de sokken van Ulrich Knoede. Hij komt erin bij het begin van de tweede helft in de plaats van Keizer. En gaat dus aan de rechterkant spelen. Grim raakt de bal niet goed. Dekkers. Driessen. Driessen. Nog een keer Driessen. Moeilijke hoek. Nee, hij haalt de bal niet meer. Grim is eerder. Dit was de kans om zijn verjaardag, zijn 30e verjaardag, extra glans te geven. Dekkers. Maar Driessen is natuurlijk ook niet echt een sprintwonder. En Ulebeek brengt er net voldoende uit balans. En Grim verkleint dan de hoek goed. Komt niet op.
Mos. Sigma. De Gier vraagt in de spits. En de Gier kan ook in de dekking. En dan draaien en zelf schieten. Dat is helemaal niet slecht. Van Jack de Gier. Roos. Iemand viel het hem lastig. Ulenbeek, de invaller. En dan heeft hij zijn waarde voor Fortuna weer eens onderstreept. Want Ulenbeek was hem al bijna voorbij. En toen kwam daar nog het handje van Hesp. Fortuna kan counteren nu zelfs. Oesta, goed driehoekje. Driessen. Bal buitenom. Antti Jansen snijdt binnendoor. Dat is goed. En daar, Hofman bijna. Zo is het een heel aardige wedstrijd met kansen over en weer. Want Cambuur is wel sterker. Ook Fortuna krijgt nu en dan zijn kansjes. Hier Jansen, die goed kijkt en weet dat bij de tweede paal Hofman is. Maar Grim had het ook gezien. Geen buitenspel. Nee, dat is geen buitenspel. Hofman scoort. René Hofman. Hij was er net dichtbij. Toen kon Grim hem nog weer houden. En nu op de rand van buitenspel, terwijl de spelers van Cambuur de grens heeft te verlagen, scoort hij wel. Misschien dat Jansen buitenspel stond, maar Hofman vertrok op het juiste moment. En Grim heeft dan op de lop geen schijn van kans. En Jol kent de treffer toe. Cambuur 0, Fortuna 1. 12e minuut, tweede helft. Riesen. Ja, daar komt 2-0 aan misschien. Anton Jansen, ja. Anton Jansen. En Fortuna heeft de buit wel zo'n beetje binnen lijken. Dolle vreugde bij de ploeg. Die dit seizoen nog niet één punt haalde in uitwedstrijden. En nu plotseling met 2-0 voor staat. Het wordt ingeleid door Huub Driessen. Die het goed ziet. Jansen met de borst. Grim komt. Maar Jansen verscharkt de keeper met een stiftje. En een zuur voor Theo de Jong en zijn manschap. Bruin. Zinkgraven. En spelen. Mols. Schiet op. Ja, Mols. In de 89e minuut. Terwijl Cambuur de moed alleen weer opgegeven. Ziet Zinkgraven hier dat Mols dan toch één keer Samuel de baas is. En meteen scoort. Maar het zal waarschijnlijk te laat komen voor de geslaagde coach Theo de Jong. Fortuna heeft een paar kansjes laten liggen op 3-0. Moet u nog even oppassen, nu Cambuur terug is in de wedstrijd. Grim moet trouwens ook oppassen vanuit zijn doel. En dat deed hij niet. Hofman, 3-1. En zo is dat er op in de laatste minuut. Het is natuurlijk een komisch tafereel hier. Grim, die dan toch een keer in de fout gaat. En er staat Hofman buiten spel eigenlijk. Op het moment dat hij de bal ontving, stond daar alleen nog maar Ulenbeek en was Grim uit zijn doel. Maar goed, de treffer telt. En de laatste aanval van Cambuur hoeft niet meer. Fortuna wint met 3-1. En is van de laatste plaats verlost.